Ik ben Lambert Verhaan en ik ga me de komende jaren bezighouden met de Klimaatwet 1.5, belastingwetgeving en de energietransitie. Dat onze Klimaatwet 1.5 aangenomen wordt. De huidige Klimaatwet is een wet die echt veel te weinig doet. En de Klimaatwet 1.5 repareert dat. Dus het moet sneller, er moet meer gebeuren, dat wordt steeds duidelijker. Dus samen met partijen van buiten de Tweede Kamer zoveel druk kunnen zetten dat de Klimaatwet 1.5 wordt aangenomen. Nou, dat mensen nog steeds toch blij zijn, zullen we zijn met kleine eerste stapjes. Die tijd hebben we niet meer, dus we moeten echt hele grote stappen gaan maken. Hardlopen, ik mag graag hardlopen. Ik mag ontzettend veel lezen, dat vind ik ook leuk. Komt goed uit in de politiek. En muziek luisteren. Die is best breed. Bob Dylan. Bob Dylan, had ik al Bob Dylan gezegd. Maar ook, andere muziek. ABBA? Kan ABBA? Alles kan. ABBA. Ik zou nu graag even Polly Higgins willen uitlichten als heldin. Polly Higgins is degene die het begrip ecocide op de kaart heeft gezet. Ecocide is de grootschalige vernietiging van de leefomgeving van mens en dier. Op een zodanige manier dat die ecosystemen zich ook niet meer kunnen herstellen. Een mooi ritueel om even voordat je een debat gaat doen. Dat heb ik geleerd van de rugby van Nieuw-Zeeland. Even op je dij slaan. Zo'n nieuwe, mooie, innovatieve partij die links en rechts overstijgt en ook naar andere soorten kijken, dat vind ik zo uniek, vind ik zo mooi, dat ik kan me niet voorstellen dat je dat bij een andere partij vindt. Nou, met z'n allen moeten we het samen doen, maar laat je vooral horen en word politiek actief, want we hebben echt iedereen nodig en alleen kunnen we het niet. Dus word politiek actief. Hup, de buik erin.